Hallo iedereen. Ik kom eventjes online. Ik was eigenlijk bezig met het schrijven van de cursus Manifesteren met de Elementen. En toen een van mijn poezen mij eigenlijk kwam storen. En daardoor werd ik eigenlijk herinnerd aan iets wat ik deze nacht heb mogen ontvangen. Een inzicht, wat hij het dan ook mag noemen. Maar ik was er eigenlijk deze morgen niet meer zo bewust van. En het gaat er eigenlijk over hoe dat wij onszelf als mensen eigenlijk wat vastzetten. Dus door het leven in een duale wereld betekent dat dat we eigenlijk elke dag leren over dualiteit. Dualiteit, wat betekent dat er een positieve kant ook een negatieve kant is. Net zoals bij een batterij. Of een positieve pool en een negatieve pool. Boven, onder. Links, rechts, voor, achter. Er zijn altijd, onze wereld bestaat eigenlijk uit tegenstelden. En een tijdje geleden, ik herinner me niet meer tegen wie of waar, of misschien was dat in een video ook dat ik het er ook over had, maar ging het over dat we vaak soms gewoon maar denken dat er maar twee mogelijkheden zijn. Ik kan dit of dat kiezen. En deze nacht kwam het eigenlijk nu tot mij dat eigenlijk dat ook voorkwam. Uit het feit dat we gewoon zijn om in een duale wereld te leven. Waarbij dat er dus boven en onder is, maar dat we eigenlijk ook niet zien dat links en rechts en alles om ons heen eigenlijk ook onderdeel uitmaakt van dat boven en onder. Dus van die eenheid. Dus we zien alles maar gewoon in twee stukken als het ware. In mannelijk en vrouwelijk. In ik en jij. Dus altijd in de stukken van afgescheiden zijn en twee uitersten. Nu, dat is net het stuk waar dat heel veel mensen zichzelf ook in saboteren en waar dat ik zelf ook een hele tijd heb in gelopen, gelukkig de laatste jaren niet meer. Omdat wanneer je in een obstakel, of met een obstakel geconfronteerd wordt, ga je er altijd maar vanuit dat er eigenlijk maar twee mogelijkheden zijn. Maar, en dat is net hetgeen wat ik denk dat tegen de mensen van mijn mastermind groep waren, was dat ik zei van nee, je hoeft niet als je op een punt staat in je leven waar je weet dat je moet een keuze maken, dan is het belangrijk dat je niet alleen voor je kijkt naar de twee wegen die voor je uitgestippeld zijn, maar dat je gewoon 360 graden ronddraait en draai maar een paar keer op de rondpunten totdat je ziet hoeveel wegen er voor je beschikbaar zijn en welke het beste aanvoelt. Je hoeft nu niet onmiddellijk te beslissen. En net door die controle los te laten en door toestemming te geven aan het universum en te vragen van oké, dat is het obstakel, dat is het probleem waar ik tegenaan loop, maar toon mij wat dat er nog zoveel meer mogelijk is. Dan stap je eigenlijk weg van het idee dat er maar twee keuzes zijn: toegeven of niet toegeven. En dat is hetgeen wat ik zelf het ook gedaan heb met die vaccinaties. Ook daar gaat het niet over vaccineren of niet vaccineren. Het gaat over hoeveel kracht en emotie zij eraan geeft. Net hetzelfde rond geld. Het gaat niet over hoeveel geld dat je op je rekening staan hebt. Het gaat erover hoeveel waarde dat je aan dat geld op je rekening of het niet op je rekening hebben. Het gaat over die emoties en de energie en de vibratie die je eraan toestuurt. Net als het gaat over het al dan niet zijn of hebben van een relatie. Over het al dan niet aanwezig zijn van iemand in jouw leven, fysiek of niet. Al die dingen waar we tegenaan lopen, die zijn er net zodanig dat we zouden leren om nog meer en meer en krachtiger in dat eenheidsbewustzijn te gaan stappen. En nog meer vanuit dat 5D en die hogere energieën. Want 5D is eigenlijk al, ik ga niet zeggen voorbijgestreefd, want het begint voor veel mensen een gekend, het is geen label, maar een gekende term te worden. Maar eigenlijk zitten heel veel mensen al in 6D en degenen die al een tijdje wakker zijn ook al in 7D. Ook de aarde die zit ondertussen in 7D. En dus dat maakt dat het verschil tussen mensen die nog niet aan het wakker worden zijn en mensen die nog niet met zichzelf aan de slag gaan. En mensen die denken dat alles wat ze zien met hun fysieke ogen de enige realiteit is, dat verschil veel groter gaat worden. En vandaar gaan er ook heel veel meer frustraties komen. En gaan mensen dat ook spuien naar anderen. Dus ook hier
Blijf dicht bij jezelf. Als iemand iets naar jou toe gooit en jou iets verwijt of wat dan ook, vraag je af in eerste instantie: wat als die persoon dat naar jou toe stuurt, heeft het met jou te maken? Of niet? En twee, het gaat eigenlijk ook nooit over het gedrag van de ander, maar het gaat over van hoe dat het jou laat voelen. Want het is wanneer dat we getriggerd worden door het gedrag van iemand anders of door het. Of omdat ze iets zeggen of doen die niet is zoals dat wij verwachten of zouden willen doen. Dat er eigenlijk voor zorgt dat zij onze schaduwen spiegelen. En het is net in het spiegelen van die schaduwen dat de grootste kansen liggen. Want door die met die aan de slag te gaan en dat aan te kijken en dat te integreren, dan zal je eigenlijk die opportuniteit, die kans aannemen om schaduwen in jezelf lichter te maken en echt licht in toe te sturen en te transformeren. En dat is ook hetgeen wat ik de laatste jaren eigenlijk nog meer en nog dieper geleerd heb en heb mogen doen, naar aanleiding van het contact met mijn tweelingvlam. Ik had al heel veel werk en schaduwwerk en zo gedaan, maar op een bepaald moment kom je eigenlijk op een soort van plateau. En dat is een moment waarop dat er eigenlijk nieuwe mensen in je leven komen. Mensen die nog meer op jouw frequentie zitten. En die mensen zullen dan eigenlijk jou triggeren, jou spiegelen. Die dingen tonen die nog in de donkerte, dat jij nog probeert weg te duwen. Patronen waar jij nog in vastloopt. Overtuigingen waar dat jij eigenlijk zo vertrouwd mee bent en dus niet ziet en voelt dat eigenlijk een overtuiging of een manier van denken is die niet meer bij jou past, die jou eigenlijk zelfs saboteert en jou klein houdt. En dat zijn dingen dat je kan dat perfect alleen doen. Ik heb heel veel ook zelf alleen doorgewerkt, maar het probleem is dat wanneer je wil met schaduw werken en met onbewuste zaken. Ja, het is voor een reden dat het onbewust is voor jou. En net door te investeren in een coach of door samen te werken met iemand die jou dat kan spiegelen, dan ga je veel sneller doorheen die schaduwen. Dan ga je veel sneller doorheen die rugzak kan gaan. Dan kan je veel sneller alles uit die rugzak halen en kijken. Met die twee paar ogen dan natuurlijk. En je hebt ook veel meer handen letterlijk, hè. Ga je veel sneller het werk gedaan krijgen. En dat is net de kracht om samen te werken. En ik weet, dat is eigenlijk ook voor veel mensen ook de valkuil. En ook veel mensen waarmee ik eigenlijk werk, die voelen dat ze krachtig zijn en die voelen hun eigen potentieel. Maar tegelijkertijd dan denken ze ook dat ze het alleen moeten doen. En dat is hun valkuil. Daardoor blijven ze langer sukkelen, daardoor blijven ze veel langer in een loop hangen. Waar dat. Wanneer dat ze eigenlijk dat moment als ze beslissen om dan met mij samen te werken, dan merk je dat ze als een pijl vooruit gaan en in kracht kunnen stappen. En zeker dat mensen die met mij in het spirituele leertraject samenwerken, na 3 maanden, dan zijn er nog zaken die naar boven komen. Maar ook dan hebben ze eigenlijk genoeg ervaringen opgedaan, zodanig dat ze eigenlijk weten van wat en hoe ze in het leven moeten kunnen gaan staan, hoe dat ze met obstakels kunnen omgaan en voornamelijk wie dat ze zijn. Natuurlijk afhankelijk van de blokkades, de problemen waar je tegenaan loopt, ik zou zeggen je mentale en psychologische verleden bepalen natuurlijk wel hoeveel bagage dat je mee hebt. Want de een heeft een kleine rugzak mee en de andere heeft een grotere, zwaardere rugzak mee. En je zou kunnen nu zeggen van ja, och arme, diegene met de zwaardere, grotere rugzak. Maar ook daar is dat eigenlijk enkel maar weer een teken van hoe krachtig jij bent als ziel. Want enkel de sterkste en de krachtigste, de wijste zielen, komen hier met heel veel bagage. Zeker als je ook een lichtwerker bent, is het net door het ervaren en door zelf doorheen de modder te lopen en te wroeten en je vooruit te trekken en te sleuren totdat je ellebogen open liggen als het ware, dat jou de kracht ook geeft en de know-how, de wijsheid, de tools en om het dan weer verder en door te geven aan anderen. En tegelijkertijd door aanwezig te zijn in die schaduw en in die donkerte,
dan transformeer je eigenlijk automatisch, gewoon door daar aanwezig te zijn, ook heel veel negatieve energieën om je heen. En dat is hetgeen wat ik ook merk bij mezelf en mijn eigen leven. Ik moet van tijd tot tijd de mogelijkheid hebben om te kunnen verhuizen. Om van de ene plaats naar de andere plaats te gaan. En ik merk dat niet alleen bij mezelf, maar ook bij andere lichtwerkers. Op een bepaald punt hebben ze eigenlijk het werk gedaan dat ze daar op die plaats moesten doen. En dan gaan ze ook niet meer terug naar die plaats. Dan gaan ze eigenlijk verder. En dat is eigenlijk een beetje de sjamaan in zich die dan op dat moment naar boven komt. Want door aanwezig te zijn op een bepaalde fysieke plek hier op aarde, door de concentratie van verschillende mensen samen in een bepaalde regio, dat ook al is dat heel onbewust. Maar dan doordat die energieën eigenlijk dan in 5D zich kunnen gaan koppelen en gaan verbinden, creëren ze eigenlijk vortexen, energiepoorten, zodanig dat dan andere mensen, die eigenlijk niet per se of niet per definitie een lichtwerker zijn, maar zodanig dat die dan eigenlijk kunnen gaan verankeren aan die hogere energieën, die hogere rasters en die vortex, die energiepunten die gecreëerd worden. En dat is eigenlijk ook iets wat tweelingvlammen doen. Dat is ook de reden waarom dat tweelingvlammen hoe noem je dat, in groepen en in tribes samenkomen. En dus dat niet alle tweelingvlammen in één keer samenkomen, maar dus in geleidelijk aan samenkomen, los van natuurlijk hun eigen groei die ermee gepaard gaat. Maar ook dat wordt ook weer van bovenaf gestuurd, wordt door de universele energie en de universele wetten gestuurd. Dus boodschap van deze video: als je het gevoel hebt dat je maar twee keuzes hebt, stap eens een paar of ga stappen, een paar stappen achteruit en maak een 360 graden tour. En dan zal je zien dat je daar rond punt misschien maar nog een paar keer mag gaan lopen. Maar het zal jou helpen om te zien dat er eigenlijk oneindig veel mogelijkheden zijn. En ja, misschien zijn dat niet de mogelijkheden die anderen altijd gedaan hebben, maar net daarom is het belangrijk om los te komen van alles wat je kent. Want er komen altijd maar nieuwe manieren, innovatieve ideeën weer naar de aarde. En misschien is net het idee dat jij hebt, dat zo anders is dan al de rest, maar misschien is net dat de idee dat wij nu nodig hebben. Dus ook daar, zet jezelf niet vast en beperk jezelf niet door gewoon maar twee keuzes. Er zijn altijd oneindig veel mogelijkheden, ook al denk je dat dat niet zo het geval is. Maar het is wel zo. Zo, dat was het. Ik wens je vast een fijn weekend. Mocht ik dit weekend niet online komen, dat weet ik natuurlijk nog niet. Maar dan zien we dat wel weer. En anders, in ieder geval, wens ik jullie ook een heel fijne nieuwe maand. We zijn oktober, we zijn heel veel meer in de herfstenergie. Dus als je kan, ga dit weekend ook naar buiten. Snuif die herfstlucht op. Er is heel veel zuurstof in de lucht. Maar dan kan je tegelijkertijd ook intappen op de healende kracht van de natuur. En dat is fantastisch. Zo, dat was het. Ik wens je een fijne dag en tot in de volgende. Dag.